Slecht nieuws voor PSV. Andres Guardado is enkele weken uitgeschakeld met een bovenbeenblessure. Dat bleek maandag tijdens nader onderzoek van de Mexicaanse middenvelder. Guardado liep de blessure afgelopen vrijdag op tijdens de afsluitende training, voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ. Jorrit Hendricks verving Guardado in Alkmaar. Hij lijkt ook de komende wedstrijden zijn logische vervanger. Al liet Stijn Schaars maandag tijdens de training zien momenteel in bloedvorm te verkeren. Kijk toch!